Goedenavond iedereen, mijn naam is Lisa Asselbergs. Ik ben Miss Wellness Media 2019 en we zijn hier vanavond aanwezig op de persvoorstelling van Miss Wellness Beauty. Met wie heb ik de eer? Ik ben Margot Vuilsteken, 21 jaar en ik kom uit Echtegem. Uit Echtegem, 21 jaar, dat is nog heel jong. Ja, inderdaad, dat is al nog redelijk jong, een van de jongste denk ik nu hier. Je bent wel al afgestudeerd? Ja, dat klopt. Ik ben nu 2 jaar afgestudeerd ondertussen. En je hebt je eigen zaak? Ja, dat klopt. Ik heb mijn eigen zaak, Unspoken Beauty by Margot. En daar doe ik vooral gelnagels en epilaties. Maar ook, ja, ik doe eigenlijk een beetje van alles, maar dat zijn zo de specialiteiten. Oké. Unspoken Beauty, verklaar de naam. Eigenlijk heel toevallig dat mijn zus daar is mee afgekomen, omdat ze toch zei van ja, je moet toch maar iets uitblinken. En daarmee is de naam zo gevorderd. En dat ze zei van ja, je naam moet er toch wel ergens in voorkomen dat de mensen weten met wie dat ze te maken hebben. En dan zo, ja. Voor welk gedeelte heb je het meeste stress in dit avontuur? Goh, ik denk dat de meeste stress nu voor vanavond was. En ja, ik ben een redelijk gesloten persoon. Allee, naar nieuwe mensen toe, dus nieuwe ervaringen. Dus ik denk dat dat een groot werkpunt gaat zijn voor mij. Maar ja, we zien het wel zitten. Je hebt hier sowieso een paar mooie coaches die daar u mee kunnen helpen met die stress een beetje en u opener te laten worden. Je gaat groeien. Op de finale show, waar denk je dat de jury dan op gaat letten? Oh, ik denk vooral naar je inzet, naar je ervaring met de sector, de banden met de sector, waarom dat je zo ervoor geïnteresseerd bent, wat dat je passie is en zo. Oké, dankjewel voor dit interview. Ik wens je nog veel succes. Dankjewel.